We gaan beginnen met pulled pork. Enig idee wat pulled pork is? Nee. Nou, pulled pork, varkensvlees, hè, pork. Ja. En dit is nek procureur. Dan gaan we die heel erg lang, langzaam gaan we die garen en dan wordt die snotgaar. Dat we hem echt uit elkaar kunnen trekken. Dan valt die uit elkaar. Ik ga even wat kruiden bij elkaar doen, dan mag jij hem zo gaan rubben. En dus gewoon niks anders dan goed invrijven. Paprikapoeder. Goed wat peper, witte peper gebruik ik in dit geval. We hebben knoflookpoeder. Nam de kick, hè, van de chilipepers. En als laatste komt er nog wat zout bij. En voor de juiste verhoudingen kijk je gewoon even op onze website. Nou, ik ga nu de zogenaamde firestarter leeggooien met de briketjes. En daar gaan we. En je ziet dat het weinig briketten zijn. Dat komt omdat we een lage temperatuur willen hebben. Zouden we te veel briketten gebruiken, dan is gewoon de temperatuur te hoog. En we willen eigenlijk een beetje zo rond die 100, 105 graden maximaal zitten. Nou gaan die geweekte houtsnippers gaan erop en houtblokken. En dat zorgt ervoor dat we een mooie rookontwikkeling krijgen. Ik gebruik hiervoor appelhout. Nu gaan we het eerste gedeelte van de watersmoker plaatsen, namelijk het gedeelte met de waterschaal erin. En die waterschaal die heeft eigenlijk drie functies. Op de eerste plaats zorgt die voor een indirecte hitte. Water zorgt ook voor het afkoelen van de rook. En tevens, het voegt vocht toe. En dan het bovenste gedeelte. Hoe sta je met je rubje? Ben je klaar? Hij is klaar. Laat maar komen, dat vlees. Dan kan het erop. Hoppa. Nou, keurig, man. Het dekseltje erop. En... Nou ja, het klinkt een beetje raar, maar tussen de 9 en de 15, 16 uur laten gaan. Lage temperatuur. We moeten steeds, eigenlijk om het uur, anderhalf, moeten we een paar briketjes bijvullen. Zodat we mooi een constante temperatuur houden. En dat is alles.